Nou, dit is de vrijdag, Bobbel. We zijn er weer. We tokken met somebody. Kijk, razendsnel mee. Doorslik. Yo, nou, sta ik nou bij een man die natuurlijk altijd al in het geel-groen vroeger gespeeld heb. En nou in het geel-groen. Arno van Swan, onze keeperstrainer. Daar zijn we trots op natuurlijk. Niet alleen keeperstrainer van ADO Den Haag, ook van Oranje natuurlijk. Ja, klopt dat wat ik zeg? Die kleuren die passen wel bij jou? Ja, Fortunees. Ik ben bij Fortuna begonnen als jochie van 15. En daar 14 jaar gezeten. Dus de kleuren bevallen me wel. Ja. Ja. Nou, even over ADO Den Haag natuurlijk, want dat is het belangrijkste voor mij. Ja, ik denk dat wij hele goede keepers hebben. Ja, ik ben zeer tevreden met de keepers die we hebben. We hebben vier uitstekende keepers bij de selectie. Bij de jeugd loopt veel talent rond. Dus ik ben wel in hun nopjes, moet ik zeggen. Ja, dat hoor ik ook weer van andere mensen. Dat je ook op de aftrap komt en dat je de jongens wel eens wat leert. Ja, af en toe. Het is vrij druk. Dus mijn hoofdtaak ligt natuurlijk hier bij de BVO1. Ja. Maar als ik af en toe een keer kan assisteren bij de jeugd, dat is wel hartstikke leuk. Ja. Ik zie je net bezig. Ja, je bent met alle keepers bezig. Dan zit ik op de tribune. Dan zegt er eentje tegen me, moet je nou eens opletten. Ik zeg, ja, waarom moet ik nou opletten dan? Ja, hoe die schiet. Maar dat wist ik al natuurlijk. Ik denk dat, ja, misschien ga ik nou iets raar zeggen, maar ik denk dat je het beste schot van heel ADO hebt. Ja, dat is raar om over jaren te zeggen. Ik schiet natuurlijk ook, je schiet ik weet niet hoeveel ballen in de week. Dus ik schiet nog zelf veel. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ik vind het ook leuk om keepers uit te dagen, dus zelf om te trappen. Ja, dus dan mag ik ook wel verwachten van mezelf dat ik in ieder geval een vaste trap heb, zoals dat heet. Ja, het is een vaste trap, want precies. Als jij wilde dat links in de hoek gaat. Het is zonder druk, de bal ligt stil vaak, het is rollende bal. Spelers moeten vaak onder druk van de tegenstander. Dus dat is toch even wat anders. Het is wel lekker. Okay. Ja. Is ADO een goede club om je werk te doen? Ja, ik ben heel tevreden bij ADO. Ja. Ik heb natuurlijk lang bij NAC gezeten dat mijn werk kunnen doen. En ik heb mezelf kunnen ontwikkelen, ik heb wat diploma's erbij gehaald. Nou, ik ken Henk van mijn tijd bij Jong Oranje. Ja. En de rol die ik heb en zie als keeperstrainer, ook af en toe nog wat met spelers doen, dat is heel fijn. Die afwisseling is gewoon heel fijn. Ja. Nou weet ik van vroeger, van onze keeperstrainers, die trainen alleen de keepers. Nou waren we er al achter, dat had ik vorige keer al met je erover gehad, dat je ook de verdedigers wel wat vertelt. Maar ik zie je ook langs de zijkant, ik zie de rest van het team ook als ze een oefenpartij spelen, dan sta je ook te coachen. Ja, de keepers staan een onderdeel van en ik ben een soort tweede assistent-trainer met het specialisme keeper, laat ik het zo maar zeggen. Maar nogmaals, ik heb mezelf ook diploma's gehaald om te kijken hoe je een team kunt ontwikkelen. En ja, elke bijdrage die ik daarbij kan leveren, die probeer ik te geven aan ADO. Ja. Robert Swinkels had wat minder getraind van de week, maar kan die dan van het weekend wel op de bank zitten? Ja, Robert had wat last gehad en daar zijn we natuurlijk heel voorzichtig mee. Dat is een prima keeper voor ons binnen de groep, op het veld. Dus daar moeten we zuinig op zijn. Ja. En dan zijn er mooie gelegenheden, omdat we ook andere goede keepers hebben, om hem er alleen uit te halen. Ik maak me geen zorgen dat hij er zondag gewoon bij is. Oké, nou dan hebben we natuurlijk een mooie baan erbij gekregen bij Oranje. Alleen die was van de week dan waarschijnlijk niet zo mooi. Nou, de baan blijft mooi hoor. Alleen het was natuurlijk een hele onwerkelijke situatie. En we moeten het ook maar snel vergeten. En het is jammer dat we eraan toe moeten geven. Het enige wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik het als een soort film heb beleefd. Ja. Dat de scène uit de film werd gespeeld. En er zijn geen momenten in gevaar geweest. Dat is allemaal prima geregeld, ook door de KNVB. Alleen het is jammer dat we die wedstrijd niet hebben kunnen spelen. En daar gaat het eindelijk om. Dus we hopen dat we in de toekomst ook bij ADO en bij Nederland zelf gewoon onze wedstrijden kunnen blijven spelen. Ja, precies. We spelen van het weekend tegen Vitesse. Nou, je weet het, wij weten het allemaal op die tribune. Wij proeven toch iets van, Vitesse heeft de laatste twee keer geloof ik het moeilijk gehad of niet gewonnen hier. Zijn we er klaar voor? Ja, ik denk dat we er klaar voor zijn. We hebben in ieder geval laten zien dat we tegen de grotere en betere clubs, en dat mag eigenlijk niet, maar dat we daar in ieder geval wel beter presteren als tegen de mindere clubs. En daar zijn we hard mee bezig dat daarbij op beide gevallen beter gaat worden. Maar die ploeg Vitesse, wat een voetballende ploeg is, en dat ligt ons denk ik wel. En daar kunnen wij in ieder geval onze krachten en onze voordeel uithalen. En ik ga ervan uit dat we dat ook gaan doen. Dan zijn we het in de regel moeilijk, maar statistieken zeggen zo weinig. Maar ik ga toch wel voor een 2-0 overwinning, ja. Goed zo, man. Goed weekend en ik hoop dat je heel lang nog bij ADO blijft. Dankjewel. Dan sta ik natuurlijk bij Thomas. Onder de hand echt een maatje van me geworden natuurlijk. Zelfs van de week. Sinterklaas, verleden jaar was hij er ook. Maar nu ook weer. Hij was de enige speler die bij het Sinterklaasfeest was. Met zijn twee kids. Was dat leuk?
Ja, zeker. En voor de kinderen was het erg leuk. Ja, en nu kun je ook zien, mijn zoon is erg goed met Nederlands en kan ook met Sinterklaas praten. Ja. Ja, en terwijl met deze Sinterklaas kan bijna niemand praten, hoor. Nee, maar hij kan. Ja, maar met het voetballen, jullie, van de week hebben jullie echt heel lang getraind. Hele lange training op het veld. Zijn we klaar voor Vitesse? Ja, maar zo is het met de Interlandsweek. Dat is misschien de enige kansje in de seizoen waar je hebben extra training kunnen doen. En dat hebben we gedaan. En ik denk dat iedereen is fit. Alleen Edo is geschorst, maar iedereen is fit en ik denk dat de selectie is echt sterk nu. Ja. Er is veel competitie voor veel positie. Is dat vervelend voor jou ook als speler? Want ja, die positie, jij hebt ook dubbele positie. Ja, zeker, maar je wil altijd spelen. Maar ik denk voor de trainer is het een luxe probleem dat hij heeft veel spelers voor verschillende posities. Maar ik denk dat dat is een grote verschil tussen nu en vorig jaar. Waar zo'n Interland weekend ook goed voor is, vrijdagavond hadden we lekker darten in het home. Dat was ook wel gezellig, hè? Ja, vrijdag was erg leuk, maar zaterdag was niet zo goed. Denemarken was tegen Zweden. Ja. Dat was niet goed. Is die wel doorgegaan, die wedstrijd? Ja. Okay. Ja. Dat was vervelend, maar de vrijdagavond was erg leuk met de darten. Ja, dat was wel leuk, hè? Ja. Heb je zelf ook nog gedart? Ja, ik speelde met, ik ken hem niet, maar twee keer. De eerste hebben we gewonnen en de tweede verloren tegen Henk. Maar voor jullie is het ook speciaal dat jullie met het hele team en met de trainers naar het supporters home komen. Want dat is speciaal. Dat gebeurt normaal alleen als je uit je hoofdstad gewonnen hebt, weet je wel. Dat jullie dan komen. Maar nu waren jullie er met z'n allen. Niemand die heeft gezegd van, nou, daar heb ik geen zin in. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen vond het erg gezellig. Het is ook een klein beetje anders dan we normaal doen. Ja. Ik heb alleen goede dingen gehoord van de andere spelers ook. Ja. Weet je al of je speelt? Dat weet hij niet. Morgen pas? Ja, misschien morgen. Maar wat denk je? Ja, ik heb verschillende. Ja, die hersens die gingen allemaal uit. Ja, maar dat is ook de luxe probleem voor de trainer. Hij moet veel spelers zien. En vandaag hebben we 3 of 4 verschillende teams genoemd. Buitenspelers verdediging anders. Ik denk dat Mike speelt, maar al die andere posities en Hansen. Maar iedereen. Daartussen, kan het allemaal anders zijn. Oké, maar goed weekend en ik hoop dat ik je zondag zie. Ja, sta ik bij Gio? Want ze zeggen allemaal Gio tegen je, toch? Ja, klopt. Ja. 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 Dus lekker afgekocht. Mijn broer die heet Giovanni. En daar zeiden we altijd Wanny tegen. Ja. Maar bij hem korten ze het af naar Gio. Maar hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja? Prima. Goede trainingsweek achter de rug. Dus, een goede trainingsweek. Maar ik heb van de week zitten kijken. Je weet, ik kijk de hele training op. Van de week ben ik naar huis gegaan. Na 2,5 uur stonden jullie nog op het veld. Ja, klopt. Ja, we hebben hard getraind. En dus was lekker. En voelt goed. Hoe gaat het met jou, maat? Ja, prima. Ik kijk ook bij het tweede, weet je wel. Ja. En, dan ben je gewoon... dan ben je niet bij te halen, zeg maar daar. Mm. Je scoort ze ook. De laatste 2 wedstrijden heb ik gezien. Ik geloof 5. Je zit goed in je vel. Mm-hmm. Ik heb in het begin van het seizoen even met je gepraat. Dat ik zeg van ja, als je nou geen kans krijgt, dan moet je lekker opstoppen. Maar dan begrijp ik het. Maar je krijgt zo langzamerhand toch de kansjes. Ja, zeker inderdaad. Gaat lekker. Inderdaad, wat je zei. 2 wedstrijden, 5 goals bij het tweede. Ja. En ging goed. En dat werd beloond met de basisplaats tegen Roda. En ging wel naar behoren, vond ik. Dus gaat prima. Ik zit lekker in mijn vel. Dus, Jouw nadeel is nou weer dat de trainer keuzes zat heb. Want ja, er is er geloof ik eentje niet fit, de rest is allemaal fit. Ja, zeker inderdaad. Nou, dat hoort zo in de topsport natuurlijk. En de beste speelt. En we gaan zien wie er speelt. Heb je al een beetje gevoel? Want ja, ik zat net naar de hersjes te kijken, maar die gingen uit en aan. Dus ik kon het niet zien. Ja, inderdaad, wat je zei was voor mij precies hetzelfde. Ik weet het ook nog niet. En hard trainen, en dat is het enige wat je kan doen. Ja. Vitesse, denk jij dat dat jou wel ligt? Ja, denk het wel. Ja, zeker, he? Ja. Er ligt veel ruimte achter de verdediging en met mijn snelheid kan ik daar wel gebruik van maken, denk ik. Ja, helemaal. Tuurlijk. Want wij willen graag dat we winnen, maar we willen ook graag dat jongens zoals jij een beetje belangrijk of het belangrijker worden voor ons. Ja, nou, inderdaad. Ik doe mijn best en ga ik zeker proberen te doen. Ja, hoe is het gevoel in de groep? Zijn we er klaar voor? Ja, zeker. Inderdaad. We trainen goed en ik denk dat we er zeker klaar voor zijn. We gaan er 100% voor.
Vitesse speelt een beetje hetzelfde spelletje als ons, toch? Ja, klopt. Ja, ja, ze zetten druk met de 10 en met de spits. En ja, daardoor krijgen we wel veel ruimtes op middenveld. Dus daar gaan we wel even gebruik van maken. Ja, hè? Als ze bij ons maar daar geen gebruik van maken dan. Nee, precies. Want, dat moeten we weer voorkomen natuurlijk. Oké, maat. Nou, ik hoop dat je sowieso in de basis staat. En als dat niet gebeurt, dat je heel vlug invalt. Komt goed. Oké, maat. Goed weekend. Thanks. Nou, dit was weer het Adelsjournaal, de vrijdagbobbel. We hebben weer gebobbeld. Dus ik ga monteren. Kunnen jullie opnieuw zien. Laters!